In onze serie Leven na de sport volgen we sporters die een punt hebben gezet achter hun actieve carrière. Hoe ingrijpend was dit en hoe bevalt hun nieuwe leven? Deze week oud-profvoetballer Mitchell Kappenberg uit Almere. Kappenberg speelde 110 wedstrijden voor Almere City in de eerste divisie en speelde daarna nog profvoetbal in Thailand. Na zijn profcarrière kwam Kappenberg nog uit voor de amateurs van Ter Lede en Unicum uit Lelystad. Tegenwoordig is Kappenberg actief op een heel ander vlak. Hij is namelijk glazenwasser geworden. Op een gegeven moment na je actieve carrière, zeg maar, dan moet je gaan bedenken wat je wil gaan doen. Nou ja, ik had natuurlijk geen opleidingen gedaan en alles. Ik was alleen maar gefocust op voetbal. Toen heb ik een blauwe maandag voor de Uitheren gewerkt, zeg maar, bij René de Borg. En dat vond ik wel leuk. En zodoende ben ik uiteindelijk gewoon voor mezelf begonnen. De charme van dit werk is, helemaal in de zomer is het fantastisch weer. Kijk maar om je heen, het zonnetje schijnt. Fantastisch toch? Ik zeg altijd, elke boerenlul die kan gewoon lappen, zeg maar. Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen en ja, het houdt je van de straat en je bent lekker bezig. Kappenberg is dus lekker bezig na zijn actieve profcarrière, waar hij volgens de kenners veel meer had uit kunnen halen. Misschien is dat zo. Ik heb er wel, ik heb geleefd en ik heb ervan genoten. En ja, ik kan mooi kijken op, ja, op een matige carrière, zeg ik dan maar. Maar dat had meer ingezeten? Het had meer ingezeten. Maar je vond de andere dingen ook leuk tijdens je carrière? Ik vond stappen en vrouwen vond ik toen de tijd leuk, ja inderdaad. Kappenberg moest na zijn carrière gewoon aan het werk, omdat er domweg brood op de plank moest komen. Want als voetballer in de eerste divisie kon je je destijds niet bepaald binnenspelen. Kijk, nu is het denk ik anders bij Almere City, maar toen de tijd was het gewoon, je kon een leuke boterham verdienen, maar je wordt er niet rijk van inderdaad. Stel, je had kunnen rentenieren, je was heel rijk geweest na je voetbalcarrière. Ja. Zou je dit dan ook doen? Dat denk ik niet, dat durf ik ook niet te zeggen, maar ik denk dat ik dan misschien een barretje of zo had geopend of iets in die trant. Maar ja. Nogmaals, ik ben hier ingerold, bevalt me prima en het is allemaal perfect. Het gevreesde zwarte gat na zijn carrière bleef uit bij Kappenberg. Mensen hebben wel eens tegen mij gezegd van, nou, het wordt helemaal niks als jij moet gaan werken of wat dan ook, komt niks van je terecht. Want je kent het niet. Nou ja, mensen die dat hebben gezegd, nou ja, ik sta gewoon 's ochtends op, ik ga lekker naar mijn werk, doe mijn ding en helemaal goed. Kappenberg is dus een gelukkig mens en is voorlopig dan ook niet van plan om te stoppen met zijn huidige job. Ik blijf dit doen zolang ik het leuk vind en ja, tot nu toe ja, vind ik het nog leuk.